Yo kijkers, welkom bij weer een nieuwe video. Ik ga vandaag even lekker solo build battle spelen. En het wordt een beetje een snelle, simpele video. Omdat ik niet zoveel tijd meer heb, het is al best laat ook. En ik ga morgen op vakantie, dus dan moet ik wat video's klaar hebben staan. Dus ik ga gewoon 2 potjes build battle spelen in plaats van 3 meestal. Ik speel de laatste tijd best veel build battle. Ik vind het gewoon een leuke game. Het is sowieso wel mijn favoriete minigame in Minecraft. Ja, ik vind het gewoon lekker chill bouwen. En mijn tweede monitor doet inmiddels ook, dus dat is nice. Ja, dat is echt ideaal. Ik ga even mijn muis zo sliden naar het andere scherm. Ja, dat zien jullie nu waarschijnlijk niet, maar welk thema? Camping, Magician, Moon, Bouncy Castle of Hurricane? Oké, het wordt ook Moon. Dat ga ik met Endstone doen, denk ik. Nee, wacht, ik weet wat. Ik ga een astronaut maken. Ik ga een astronaut maken op de maan. Dus moet ik even wat mooie blokken pakken. Ik vind concrete altijd vette blokken. Gewoon zo clean. Dus ik ga met concrete ga ik hem maken. Ik ga gewoon een astronautje maken. Hopelijk gaat het een beetje goed. Astronaut, dus André Kuipers. Oh, kut, hij heeft geen armen, zie ik nu. Kut. Zo, dit is mijn astronaut geworden. Oh, hij heeft nog steeds geen armen, lijkt het nu. Nee, boeien. Het is een astronautje op de maan. Ik heb alleen aan de maan zelf niet heel veel gewerkt, maar dat is gewoon puur alleen de grond. Dus ik hoop niet dat ze echt daar zo streng in zijn. Nou ja, ik geef dit een good, dat is een soort universum. Ja, dat moest ook een maan voorstellen met een Chinese vlag of zoiets. Volgens mij is dit een Chinese vlag. Oké, het leek niet eens op een maan, zeg maar. Het is gewoon een steen eronder. Het is een oké, want hij is wel heel klein, zeg maar. Een stenen maan alweer. Ja, op zich het is wel een mooie texture. Ik weet niet welk blokje het is, maar... Nee, dit is gewoon een poep, kom op zeg. En een pixel art niet eens mooi. Met een gezicht, ja. Dat... Nee, dit is gewoon een poep. Het is heel simpel. Oké. Ja, dat is niet eens af. Ik bedoel, het is gewoon poep. Zo'n super poep. Maar ik geef een poep. Ik geef nooit super poep. Wat is dit? Het is een halve maan. Download nou kaasje. Oh mijn god, dat is echt een meme voor de Nederland gewoon. Het is een Nederlander. Maar zelf geef ik een oké. Oh, wat een meme. Download nou kaasje. Ik weet niet of jullie het kennen. Dat is van de bankzitters. Maar dit is mijn astronaut. Hij heeft geen nek, hij zweeft. Zie ik nu pas, hij heeft gewoon een zwevend hoofd. Nee, ik hoop ze daar niet heel streng in beoordelen. En oké, is dit. Dat is weer niet heel mooi. Oeh, dit is zo vet. Oh nee, hij is niet af. Oké, laat maar. Ik geef hem een oké alsnog wat. Maar ik merkte net dat autojump aan staat. Dat moet ik even uitzetten. Ja, ik heb gewonnen. Nice. Met mijn astronaut met zijn zwevende hoofd. Heb ik gewoon gewonnen, dus dat is nice. En ik heb de Turk Apocalypse Victory Dance. Nice. Ja, ze gaan lekker aan turken, mijn poppetjes. Oké, ik ga gelijk in de tweede match. Oh ja, ik zou Autojump nog even uitzetten. Ik weet niet waarom het eiland aanstaat, maar... Oké, het staat nu in ieder geval wel uit. Even testen. Ja, het staat zeker uit. En de laatste tijd kom ik een beetje achter dat als ik klaar ben met edit en ik heb hem gerenderd de video... Dat dan het geluid opeens een beetje achterloopt. Ik weet niet of jullie dat ook hebben gemerkt. Dus ik hoop dat dat niet weer zo is, maar waarschijnlijk wel. Dus sorry daarvoor. Maar het maakt er niet heel veel uit waarschijnlijk. Het is ook echt heel klein beetje loopt er maar achter hoor. Dus. Oké, volgende game. Hammer, klok, mermaid, ant of een hot air balloon. Oké, hot air balloon wint heel dik. Oh, wat een saai thema is het eigenlijk. Ik heb liever een ant. Ant is een mier. Maar het wordt hot air balloon. Oh, dat is saai thema. Het wordt ook altijd.
Nou ja, ik probeer er wel wat van te maken. Maar wel een beetje groot. En dat is het enige dat is zo'n side thema. Je wil in ieder geval groot maken als je wil winnen. Denk ik. Maar oké, het wordt misschien wel heel groot. Maar boeien. Oké, ze zijn die mandjes vierkant. Ze zijn ook een beetje rond, toch? Of, ik maak ze in ieder geval rond. Volgens mij zijn ze wel rond. Oké, het wordt nu al lelijk. Dit is zo misvormd. Maar ik wil het een beetje natuurlijk laten lijken. Maar dat wordt het juist niet. Het wordt gewoon echt lelijk. Nou ja, prima. Ik heb geen idee wat ik er aan toe zou moeten voegen. En ik ga met Iron Bar straks de touwen maken, zeg maar, van de luchtballon. Of nee, dat kan ik beter met fences doen, denk ik. Dit ziet er niet uit. Dan heb je een houten bak met zo'n ijzeren ding eraan. Dat wordt er niet... Oh ja, maar die fences, die glitches, moet je het zo bouwen. Oké, ik maak hem waarschijnlijk ook veel te groot. Oh ja, dit glitcht ook zelfs. Oké, zo... Oh, dat kost zoveel meer tijd. Oh mijn god, ik heb nog nooit zo'n misvormd beeld gemaakt. En nu moet ik even snel met de ballon gaan bezig staan. Ik ben meer dan de helft van de tijd kwijt aan, het mandje. Te groot maken. Helaas. Eigenlijk moet ik zeggen dat ik height limit bereikte, zeg maar, dat ik niet verder kon bouwen. Oh, dat zou een hele goede smoes zijn. Dat ben ik best wel in de buurt, dus. Oké, dit is mijn hot air balloon, hij is niet eens af. Ik ga niet winnen. Ik zeg I reach max height. Oh, dat kan niet blijkbaar. Oh, oké. Nee, dat is een good. Ik heb een good gegeven, ik let er niet op. Ja, dit is wel klein. De World Air Balloon zelf vind ik oké. Het is wel een mooie omgeving. Poep. Ja, weer met die koraalbloks. Ik vind het gewoon zo lelijk. Dit is een oké, want het is geen hot air balloon. Het schiet gewoon aan een stok, maar het is meer een normale ballon. En dit is good. Best wel vet. Lekker groot. Oh, deze is echt ziek. Dus geef ik, die details zijn mooi. Het is heel simpel, het zijn gewoon trapdoors en fences geplaatst, maar het ziet er wel vet uit. Ik geef wel een good. Oh, er is een legendary, nice. GG. En oké, is dit een beetje simpel. Hopelijk kan ik nog tweede worden, maar dat denk ik ook niet, dat die van mij is echt gewoon te groot, misvormd. Ja. Dat is het risico van groot maken, je krijgt het niet af soms. De meeste krijgt het wel af. Ik ben derde, nou dat is nog best wel lekker. Ja, dit is ook wel echt vet, die details, maar... Het is heel simpel gedaan. Gewoon overal rennen met trapdoors en fences geplaatst. Maar het is echt vet. Nou, dat is dit weer het einde van de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het was even een korte, simpele video. Maar ik heb gewoon niet zoveel tijd. En ik ga op vakantie, dus daar heb ik zin in. Als jullie het leuk vonden, like de video. En vergeet niet te abonneren als je het niet hebt gedaan. En dan tot de volgende video. Later.